Het RTL 4 Nieuws met Jeroen Pauw. Goedenavond. Na de aardbeving van vanochtend vroeg staat één vraag centraal. Wie zal er voor de kosten opdraaien? Vooral de inwoners van Roermond en omstreken zijn gedupeerd. De gemeente is niet van plan een rampenfonds te vormen. De plaatselijke CDA-afdeling doet nu een beroep op de regering. Maar het lijkt erop dat de slachtoffers niets kunnen verwachten en ook de verzekeringsmaatschappijen kunnen niets doen. Dat is een zware tegenvaller voor de inwoners van de zwaar beschadigde huizen in en rond Roermond. Was er aanvankelijk sprake van 200 vernielde woningen, later bleken dat er zo'n 400 te zijn. Gedupeerde families hebben een tijdelijk onderkomen gevonden bij familie, vrienden of bekenden. Voor pastoor Arts van de zwaar getroffen Sint-Sebastianuskerk in Herkenbosch was de aardbeving een ware ramp. De restauratie van het 13e-eeuwse gebouw zou over een dag of 10 gereed zijn. Maar het middeleeuwse priesterkoor is nu verloren. Je kunt het steen voor steen afbreken en weer opbouwen, maar nee, dat kan niet behouden blijven. Nee. Dat is triest, hè? Ja, dat is met name omdat het eigenlijk een juweeltje van een priesterkoor is. Hè? Van onze buurlanden werd vooral Duitsland getroffen. Vooral het dorp Heinsberg, vlak over de grens bij Roermond, moest het ontgelden. Daar raakten zo'n 70 woningen zwaar beschadigd. Ook in België was de aardschok voelbaar. Maar daar leidde dat niet tot noemenswaardig letsel of schade. Voor vannacht valt, althans volgens het KNMI, niets meer te vrezen. Er zijn alleen nog wat naschokken te verwachten. De stakingen in de zuivelindustrie en de metaalnijverheid gaan morgen door. De vakbonden verwachten in beide sectoren een uitbreiding van het aantal stakers. De kans dat de consument morgen geen dagverse melk kan krijgen is aanzienlijk groter dan vandaag. In de zuivelindustrie werd vandaag gestaakt bij 34 bedrijven. Alleen door leden van de voedingsbond FNV. Bij 16 bedrijven lag de productie helemaal stil. De vakbond verwacht dat morgen bij 37 bedrijven zal worden gestaakt. Melkhandelaren in het noorden, oosten en zuiden van het land komen dan waarschijnlijk zonder dagverse melk te zitten. In de Randstad is het aanbod nog normaal, maar veel handelaren denken woensdag door hun voorraad heen te zijn. Ook in de metaalnijverheid, waar de bonden een gesloten front vormen, zit nog geen beweging in het conflict. De bonden voorzien voor morgen stakingen bij 24 bedrijven. En dat is 13 meer dan vandaag. Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst van Defensie wil laagvliegoefeningen met F-16's voorlopig niet stopzetten. Dat heeft hij de Tweede Kamer in een brief laten weten. Bij een ongeluk tijdens laagvliegoefeningen boven Hengelo afgelopen februari werd grote schade aangericht. Daarna nam de kritiek op dergelijke vluchten boven bewoonde gebieden toe. In de Tweede Kamer werd een motie ingediend. Met het verzoek het laagvliegen tijdelijk op te schorten. De stemming over deze motie is al enkele malen uitgesteld. De staatssecretaris wil nog met de Kamer in debat, maar laat nu in een brief weten geen trek te hebben in een verbod. De bewindsman acht oefeningen boven dichtbevolkte gebieden noodzakelijk om de piloten goed getraind te houden. Momenteel wordt in alle Europese landen laag gevlogen en Van Voorst tot Voorst vindt dat Nederland deze oefeningen moeilijk als enige kan verbieden. Fijke Salverda, de hoofdredacteur van de Amsterdamse lokale televisiezender AT5, heeft zijn functie ter beschikking gesteld. Salverda doet dat omdat de investeerders van AT5 onvoldoende financiële middelen ter beschikking hebben gesteld om het station tot een succes te maken. De perscombinatie en de kabeltelevisie Amsterdam hebben beide een belang van 50% in de zender. De uitzendingen van AT5 zijn 13 dagen geleden begonnen. De Rote Armee-fractie ziet na ruim 20 jaar terrorisme af van nieuwe moordaanslagen. Dat heeft de Duitse organisatie in een brief bekendgemaakt. De RAF heeft sinds de jaren 70 tientallen aanslagen gepleegd op belangrijke politici en zakenlieden. Op die manier zei de organisatie de kapitalistische maatschappij te bestrijden. Eind jaren 80 sloegen de terroristen weer toe. Een autobom maakte een einde aan het leven van de Duitse bankier Herrhausen. De laatste grote aanslag was die op topondernemer Rohwedder in april vorig jaar. De Rote Armee-fractie wil nu ophouden met het plegen van dergelijke aanslagen. Naar eigen zeggen omdat doelgerichte dodelijke acties tegen de top van het economisch leven en van de staat het gewenste resultaat niet dichterbij brengen. De RAF hoopt nu dat leden die gevangen zitten zullen worden vrijgelaten. Volgens de Duitse justitie staat de echtheid van de brief nog niet vast.
Maar in het document, dat 5 pagina's telt, staat wel het beeldmerk van de linkse groepering. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher wil dat er ook in Bosnië-Herzegovina VN-vredestroepen komen. Genscher schrijft dit in een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Ghali. De Duitse minister, hier gisteren bij aankomst in Georgië, beschuldigt Servië ervan heel Bosnië te willen veroveren. De aanwezigheid van VN-waarnemers is naar de mening van Genscher daarom niet meer voldoende. In Bosnië-Herzegovina zelf duren de bestandsschendingen voort. Radio Sarajevo meldde vandaag dat paramilitaire moslims een stuwdam bij de Servische grens hebben opengezet. Per seconde zou 6000 kubieke meter water in de richting van de dorpen Gorace en Visegrad stromen. Het bericht is nog niet bevestigd, omdat alle verbindingen met het gebied zijn verbroken. En dan krijgt u ander nieuws van vandaag. Neil Kinnock, de voorman van de Britse Socialisten, is afgetreden. Kinnock, die sinds 1983 partijleider was, verloor 2 achtereenvolgende lagerhuisverkiezingen. In 1987 van Margaret Thatcher, afgelopen week van haar opvolger John Major. Het was het 4e achtereenvolgende verlies van de Britse Socialisten. Gedoodverfd de opvolger is de Schotse advocaat John Smith. Hij is de financiële woordvoerder van Labour. Nelson en Winnie Mandela gaan scheiden. Het huwelijk heeft 33 jaar geduurd, waarvan Nelson Mandela er 27 in de gevangenis doorbracht. Algemeen wordt aangenomen dat de betrokkenheid van Winnie Mandela bij de moord op de 14-jarige Stompi Mukwetsi Sepey het huwelijk onder druk heeft gezet. Mandela sprak vandaag van meningsverschillen over een serie onderwerpen. Uitgeversconcern VNU onderzoekt samen met CLT, de moedermaatschappij van RTL4, de mogelijkheden voor een tweede commerciële zender. VNU-president Brentjes maakte dat vandaag bekend. VNU bezit 38% van de aandelen van RTL4. De winsten uit de tv komen als geroepen, want op de markt voor advertenties in de geschreven pers, zoals bij de tijdschriften, gaat het slecht. Financiële nieuws. Wall Street begon de dag met licht verlies doordat de koers in Tokio weer sterk daalde. Maar omdat de Londense beurs daartegen inging, was de handel in New York toch vrij levendig. Wel opereerden veel handelaren voorzichtig met het oog op een aantal bedrijfsresultaten die binnenkort worden verwacht, waaronder die van IBM. En ook de Amerikaanse handelsbalans wordt deze week bekendgemaakt. De Dow Jones Index won uiteindelijk 14 punten, sloot op 3.269. Lichte winst ook voor de dollar, die eindigt op ruim 1,86 gulden, dus bijna 2 cent meer dan vrijdag. En op het Damrak sloot de EOE-index op 305,17 punt, bijna 1 punt winst. De Oost-Europa-bank heeft Rusland gezegd dat het onverkort moet vasthouden aan zijn economisch hervormingsprogramma. Volgens bankpresident Jacques Attali loopt Rusland het risico de financiële steun van de Oost-Europa-bank kwijt te raken als de hervormingen ongedaan worden gemaakt. Tijdens de jaarvergadering van de Oost-Europa-bank in de Hongaarse hoofdstad Boedapest kreeg Attali steun van de Nederlandse minister van Financiën Wim Kok, voorzitter van de Raad van Toezicht van de bank. De Nederlandse bewindsman meent evenals Attali dat de Russische federatie de neiging vertoont om de hervormingen ongedaan te maken. De bijeenkomst in Boedapest duurt 2 dagen. Mogelijk zullen de landen die bij de Oost-Europa-bank zijn aangesloten, dat zijn er in totaal 45, een fonds oprichten om de scheepswerven en de staalindustrie in Oost-Europa weer op de been te brengen. Vandaag werd duidelijk dat de bank daarbij voorzichtig te werk zal gaan. De verwachting is dat het fonds klein van opzet wordt en pas in de toekomst verder zal groeien. Prinses Anne, de enige dochter van de Britse koningin, gaat scheiden. Slecht nieuws voor de monarchie, want het lijkt wel of er een vloek rust op de huwelijken van het huis Windsor. Slechts enige weken geleden werd bekend dat prins Andrew en zijn vrouw Virgie uit elkaar gingen. En ook over het huwelijk tussen kroonprins Charles en prinses Diana doen sombere verhalen de ronde. Het begon allemaal met een sprookjeshuwelijk in 1973. Prinses Anne trouwde met Mark Phillips, een officier in het Britse leger en een man uit het gewone volk. Maar 3 jaar later al bleek het niet te boteren tussen de twee. Het waren allebei fanatieke ruiters en tijdens een toernooi sloot prinses Anne zich op in haar hotelkamer. Mark Phillips moest buiten blijven. Ze leiden nu al jaren ieder een eigen leven. En het plotselinge nieuws over de echtscheiding wekt de nieuwsgierigheid van de Britse roddelpers. Die speculeert over een mogelijk tweede huwelijk van de prinses. Maar in paleiskringen wordt daar met een ijzig stilzwijgen op gereageerd. Dit was het late RTL 4 nieuws. Straks vanaf 5 voor 7, elk half uur korte bulletins in het ontbijtprogramma. Goedenavond.